Iedereen heeft een pop-it deze dagen. We hebben alleen een cel nodig. Oh, we hebben zoveel ideeën. Breng een strip aan en maak een ontstopper. Dit zal er geweldig uitzien in onze badkamer. Nu zal je gootsteen nooit meer verstopt raken. Trixie moet haar lippen doen. Ze zal proberen het te doen terwijl ze aan het rijden is. Oeps, slecht idee. Ze verliest de controle en crasht in een container. Oh nee, wat is er gebeurd? Ik ben blij dat niemand gewond is geraakt. Repareren zal zo duur zijn. Oh, ik heb een idee. Ik wist dat deze ontstopper van pas zou komen. Ik plak hem er gewoon op en trek hem omhoog. Ik zal vanaf nu zeker veilig rijden. Blij mijn oude hand op een vingerhoed. Verf het roze. Dit drankje is te groot. Knip het bij. Jee, dat is beter. Zo verfrissend. Amanda leest verhaaltjes over Winnie de Poe. Waarom maakt Lisa haar hongerig? Oh, koekjes. Maar mijn handen zijn te vuil om te eten. Wat moet ik doen? Ik weet het, ik gebruik deze kleine handjes. Nu kan ik het koekje opeten. Oh, het is zo warm. Ik moet iets drinken. Ik heb hier een blikje Pepsi. Oh, koude frisdrank. Maar die dop. Verwijder de make-up. Breng rode lippenstift aan en blauwe ogen. Ja, zelfs poppen houden van Pepsi. Draai hem het hoofd op een kurk. Nu blijft het langer vers. Jee! Combineer poppenarmen en juwelen om een stijlvol stuk als dit te maken. Wauw, ziet er geweldig uit. Bevestig oorbelhaakjes. Arme Julia is helemaal blut. Ze heeft een zwaar leven gehad. We kunnen haar niet veroordelen als ze er zo uitziet. Catherine probeert Julia juwelen te verkopen. Wauw, het is prachtig. Ik hou van deze oorbellen. Uitstekende keuze. Kaart of contant? Mijn zakken zijn leeg. Alsjeblieft. Weet je, ze zijn magisch. Ze hebben een ander effect op iedereen. Wauw, ze zijn prachtig. Ik ben bang om ze aan te proberen. Oh, ze zien er zo goed uit. Toen begon er iets vreemds te gebeuren. Vonken vlogen over en... Wow, Julia ziet er prachtig uit. Ik kan het niet geloven. Ik zie eruit als een prinses. Deze oorbellen zijn echt magisch. John kan de schoonheid van deze prinses niet weerstaan. Uh-oh, we hebben een mooie manicure nodig as soon as possible. Dus poppen zijn hier om te zien wat er aan de hand is. Wauw, niemand heeft ooit zulke nagels gehad. Dit is een manicure geschikt voor de echte prinses. Amanda speelt met haar poppenhuis. Ah, het is zo schattig. Oh man, de grote poppen maken er een zooitje van. Ik wou dat ze kleiner waren. Deze piepkleine poppen passen perfect. Het is net een poppenkast. En nu is het huis netjes en opgeruimd. Zoek een oude popsocket. Verf het roze. Laten we dit oude poppenhoofd opnieuw verven. Gaaf. Bedek het hoofd met strassteentjes. Deze popsocket is zo uniek. En zo comfortabel. Amanda scrolt door Lalilu's Instagram-account. Dit account volgen was het beste idee ooit. Maar ik lig liever. Auw! Een creatieve popsocket met een poppetje erop kan helpen. Gewoon oppakken en... voilà! En geniet liggend van je do-it-yourself-video's. We kunnen een flosdoosje een leuk tasje maken. En het label verwijderen.
Dit tasje zou goed passen bij een monochroom look. Ella de Vee houdt van de natuur. Maar haar recente uitstapjes naar het bos maakten haar van streek. Het is zo groen, maar waar zijn de bloemen? Ik heb bloemen nodig. Gelukkig heb ik mijn tasje vol veestof bij me. Ik zal het gewoon rondstrooien en wachten. Ella kijkt toe hoe de bloemen beginnen te bloeien. Oh nee, haar veestof is gemorst. Deze nieuwsgierige vogel vindt het stuifmeel erg lekker. Oh wauw, de veren veranderen van kleur. Laten we bij elkaar blijven, vogeltje. Bevestig een oud LOL-OMG-poppenhoofd aan de standaard. Teken een kniplijn en knip de bovenkant bij. Deze pruik staat haar geweldig. Vul het hoofd met lichte klei. Doe er oogschaduw en lippenstift in. En meer klei en een spiegeltje gaan er bovenop. Makkelijk en mooi. En Skado is een pop die op haar lijkt. Het mist iets. Oren. Nu zijn de mijne precies hetzelfde. We zijn zo schattig. Ik wou dat ik zulke make-up had. Oh, het gaat open. Eens kijken wat ik kan doen. Een tijdje later en Anne heeft make-up net als de pop. Wauw, nu zijn we tweelingen. Tijd om groen schuimpapier te gebruiken. Gebruik de normale soort en ook de glittersoort. Oh, het is schattig. Voeg een glimmende muur toe. Knip een opening. We hebben eindelijk het nut gevonden van deze oude ketting. Bevestig het aan springringen. Wat een geweldige tas. Jessica pronkt met haar nieuwe pop-it. Haar vriendin vraagt haar om de foto's. Oké, wacht even. Het moet hier ergens zijn. Hoe passen al die spullen in mijn tas? Oh, daar is het. Ik heb je gemist, pop-it. Kom hier, we laten een fotoshoot doen. Kijk, wauw, dat ziet er geweldig uit. Jess' vriend is zo onder de indruk. We kunnen van deze oude handschoenen een coole outfit maken. Maak een paar knipjes en doe een korte broek aan. Maak van de andere handschoen een topje. Trixie is klaar om mensen te imponeren met haar trainingskleden. Trixie houdt van yoga. Met deze outfit kan ze elke pose aannemen. Haar kleren laten haar bewegen zoals ze wilt. Ze is zeker een yogadeskundige. Allemaal dankzij haar workouts en haar geweldige kleding. Wauw, zoveel ballonnen. Maar we hebben er maar eentje nodig om deze jurk te maken. Snap, alles is klaar. Wat versieringen laten het er mooi uitzien. Voeg kristallen en strassteentjes toe. En voeg een bijpassende hoofdband en choker toe. Trixie is altijd het middelpunt van de belangstelling. Juliana Rondo's salon behandelt elke klant als een VIP. Juliana, ik heb zoveel over je gehoord. Mijn vrienden en ik hebben binnenkort een afspraak. Ik moet er geweldig uitzien. Ik heb een jurk voor je. Pas hem maar. Trixie liep naar de kleedkamer. Deze jurk past niet bij de schoenen. Wacht even, ik ben zo terug. Dit gaat geweldig worden. Kijk maar. En laten we de accessoires toevoegen. Perfect. Wauw, ik zie er prachtig uit. Kom snel terug. Bye bye. Trixie, je ziet er geweldig uit. We droegen allebei blauw. Wauw. Laten we een feestje geven en bij passende blauwe drankjes bestellen. Vond je onze nieuwe klutserideeën leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. En op dat belletje te klikken. Tot de volgende keer op Lalilou.